Gefeliciteerd. Jij dacht halverwege de eerste helft van we gaan even gas geven. Ja, ik zag mijn gewoon vrij lopen en steekpas was precies in de voeten. Dus, Het was zo'n droompaas waarvan je denkt van hey, dat is nou, zo willen we het. Ja, ik heb Xavi en Jeste als voorbeeld op middenveld, dus ja, vandaar denk ik. Ja, zeker. Dat zijn gewoon echte trainingsoefeningen die wij ja, op de training doen. Dus als je ziet dat het dat er een goal uitkomt, dan ja, kan je blij zijn dat het wat je uitoefent elke keer dat het een keer lukt. Ja, kijk, ik hoef niet uit te leggen wat de situatie was. En NAC deed alsof ze nogal wat wilden, maar ik denk dat ze het wel goed vonden zo. En de 2-0 van Bruma, toen was het echt klaar. Natuurlijk was het wel belangrijk om deze wedstrijd te winnen, omdat we Europees voetbal moeten spelen. Alleen ja, voor de rest is ook alles gezegd inderdaad. We hebben deze wedstrijd gewonnen en het seizoen is klaar nu. En we moeten van dit seizoen leren, want uiteindelijk zijn we PSV en horen we niet op de vierde plek. Je weet dat je moet winnen, de 3 punten, want Heerenveen en Goede Doen die zullen wel 3 punten pakken bij RKC. Dus je weet dat je aan een gelijkspel niet genoeg hebt, dat je moet winnen. En, maar er zat een bepaalde voorzichtigheid in. Nou, misschien leek het van de buitenkant zo, maar ik was gewoon bezig met de wedstrijd. Voor mij leek het niet zo. Dus, ja. En 2-0 was definitief klaar? Ja, bij de 2-0 was het gewoon klaar. En gewoon de wedstrijd uitspelen, 3 punten. Ga je nu maandag naast de telefoon zitten om te kijken of er nog wat meer in het vat zit voor je? Ja, ik wacht het gewoon af. En ik hoop dat ik erbij zit en dat ik het kan laten zien op de stage. En, ja, wellicht zit er nog iets moois in voor mij. Eind goed, al goed denk ik. Iets te positief gezegd is, want vierde plaats PSV, dat is denk ik toch te laag voor een club als PSV. En, maar ja, dit was het hoogst haalbare tot het laatst en ja, dat hebben we bewerkstelligd. Voor jezelf dan wel eind goed, al goed? Of gewoon eigenlijk boven verwachting misschien wel? Persoonlijk wel, ja. Ik heb veel meer gespeeld dan verwacht. Dus voor mij is dat positief geweest dit jaar. En daar ben ik ook blij mee. Maar voor mij smaakt het nog meer niet.